We krijgen steeds meer vragen wat de status is van de nieuwe koning van Engeland. Laten we jullie allemaal weer een sneak preview geven van waar we staan momenteel. Ja, we gaan alle drie de cinemazalen laten zien. Want dat is een vraag die we veel krijgen, van hoeveel zalen komen er nu? Nou, drie dus. En beneden komt ook nog een mooi theatertje waarbij we kleinkunst kunnen gaan programmeren. En live muziek. En live muziek. En prachtig, een mooi brasserie aan het water beneden. Die onder leiding van Thijs zal komen te liggen. Net als dat hij voorheen deed bij de poppenbioscoop. Maar dan allemaal net wat groter. En dat gaan we nu laten zien. We zijn hier bij de hoofdingang van de koning van Engeland. De nieuwe koning van Engeland. Hier gaan straks alle mensen naar binnen voor de bioscoop. En ik ga jullie even een klein stukje rondleiden. Je bent hier in de foyer. De toekomstige foyer. Hier kunnen straks de mensen naar de cinema of kiezen om naar het restaurant te gaan beneden. Hier komen straks alle koelkasten, dus dan kan je je drankje pakken, de consumpties. En dan gaan we daarna door naar de zalen. Nou, hier begeven ons in de gang richting de zalen. We gaan hier iets speciaals mee doen. Er komt hier straks allemaal kunst aan de wand te hangen, een soort kunstgalerij maken we ervan. En hier hebben we al gelijk zaal 1, dus laten we daarmee even naar binnen gaan. Dat is de kleinste zaal. En de zaal is ongeveer net zo groot als de pop-up bioscoopzaal die we eerst hadden. Dat waren toen 50 stoelen, dit worden 48 stoelen. De zaal is qua oppervlak iets groter, maar het stoelaantal is ongeveer gelijk gebleven. Het scherm is wel een stuk groter, van 6,3 meter. Nou, het bijzondere wat we hebben gedaan is dat we hebben gekozen voor een hele mooie geluidsinstallatie. We zijn daarmee sowieso de eerste in Nederland die deze techniek gebruiken. Zoals je ziet hierboven, we noemen dit immersive audio. Dat betekent dat je niet alleen het geluid van de zijkant krijgt, maar ook van boven. En het is een audio-technologie. Dat is vergelijkbaar met Dolby Atmos. Dit is de middelste zaal. Dit zijn 67 stoelen. Dus iets groter dan die andere kleine, maar nog steeds geen grote zaal. Het is wel zo dat het scherm weer heel groot is. Dit scherm is bijna 7 meter. Hier staan alvast de rugleuningen van de stoelen. Iedere zaal krijgt een eigen kleur. Dus dit wordt de groene zaal. Dus daar komt deze stoel staan. Deze komt in de kleine zaal, de rode. En de blauwe komt in de grote. We noemen dat een beetje de blockbusterzaal. Nou, we gaan nu naar zaal 3. Dat is de grootste zaal. 134 stoelen kunnen erin. Dus ja, kom maar binnen. Je ziet al gelijk aan het scherm. Meegroot scherm, meer dan 10 meter. En hij is curved, dus dat is wel bijzonder. Dat betekent dat je nog betere kijkhoeken krijgt. En hierboven hangen eigenlijk al heel wat speakers die straks komen. Er moeten nog speakers bij komen. De geluidstechnologie wordt hier heel goed zichtbaar. Het bijzondere three-layer design. Nou, vanaf hier van achter zie je heel goed hoe groot het scherm eigenlijk is. En hoe groot de zaal ook is. Wat je ook ziet is het grote podium van voor. 10 meter breed, 3,5 meter diep. Daarmee kunnen we dus niet alleen bioscoopvertoningen, filmvertoningen doen, maar ook conferenties en dat soort dingen. Nou, we hebben heel erg gekeken naar waar kunnen we ons nou een beetje in onderscheiden. We hebben gedacht van nou, we willen gewoon goede zetels hebben en daarnaast ook heel goed geluid. We hebben eigenlijk daar behoorlijk op geïnvesteerd. Het is het bijzondere is dat wat ik net zei, is een three-layer design. Dat betekent dat je niet vanuit één laag het geluid krijgt, maar vanuit drie lagen tot het op je afkomt. En hier boven in het plafond hangen nu al meer dan 12 speakers. Ja, er komen er in totaliteit boven de 30. 60.000 watt aan versterkers staat er straks. Dus dat is niet om het geluid heel hard te laten klinken, maar juist heel zuiver te laten klinken. Ja, je hoort straks niet waar het geluid vandaan komt. Dat is het goede. Ja, ik ben nog nooit in een bioscoop geweest waar dit zo op deze manier is toegepast. Dus ik ben daar super trots op natuurlijk dat we dat in Hils wel kunnen aanbieden. Dus ja, wil je een goede filmbeleving hebben, dan moet je straks echt in Hils zijn. Ja, daar zijn we nu voor onze nieuwe brasserie Oscars. De pure rust kan je hier beleven met lekker eten. Dit is de officiële opening. Je kan ook gewoon via binnen naar beneden naar het restaurant. Maar in ieder geval aan het water. Kom, we gaan naar binnen. Hier straks plek voor 80 man met dus het theaterzaaltje om de hoek. Open keuken, heel veel daglicht. Een prachtige plek om te zitten. Ja, dit is de open keuken. Dit wordt mijn terrein, samen met een team van fantastische koks. En vanuit hier kunnen we iedereen in de gaten houden en jullie dus ook ons in de gaten houden. En Paddy gaat je nu nog iets vertellen over ons kleine theatertje. Ja, we staan hier voor het toekomstige theatercafé. We gaan hier eigenlijk allemaal leuke dingen programmeren. Dus kleinkunst, maar ook live bandoptredens, dinnershows. Je kunt het zo gek niet bedenken, het kan hier. Trouwfeesten, mag allemaal. Dus laat even een stukje zien. En het sluit heel mooi aan op de brasserie. Dus het zit allemaal mooi in één ruimte. Maar we kunnen het ook wel compartimenteren. Dus dat ga ik zo wel laten zien. Ja. Wat je hier ziet is het podium. 8 meter breed, 4 meter diep. Heeft ook een aparte artiestenruimte met een douche voor de artiest. Dat hij na het optreden ook even kan douchen. En je ziet hier dat het mooi aansluit op de brasserie. Ze zijn ook nog gewoon bezig hier. Maar hier kunnen we dus de ruimte
afsluiten met van die grote panelen, van die deurpanelen, zodat we hier één ruimte van kunnen maken. Maar we kunnen de ruimte ook groter maken door hem de muur zo te trekken. Dus voor grotere, wat misschien trouwfeesten of grotere bandoptredens. Er komt een fantastische geluidsinstallatie in. Dus, we gaan ook zeker live wedstrijden en dingen, dat soort dingen kunnen we ook op met de Prima projecteren. Er komt namelijk ook een doek. We noemen dit stiekem ook een klein beetje zaal 4. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is echt een klein kunsttheatertje. Ja, hier staan we dan op het toekomstige zomerterras. Ja, eerst gaan we naar binnen. Deze winter. De koning hoopt jullie deze december te kunnen ontvangen.